In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wiel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Ja, Zinde. Nee, laat het gewoon filmen. Oké, maar ik ga niet grappig doen. We staan hier echt op zo'n landje, hè? Zo'n landje wat nog niet bebouwd is in een nieuwbouwwijk, de Bongert, met het prachtige paard van Noord daar, die een tijd geleden heropgericht is. En dat landje heeft een bestemming, wordt in de toekomst wordt het een tunnel waarschijnlijk, een tunnelreservering richting de Ringweg. Maar voorlopig mag daar dus nog niks verbouwd worden, omdat ze dat nog definitief moeten beslissen. Maar in ieder geval blijft het hier als bouwweg en als gronddepot. Je ziet ook dat er regelmatig grond wordt neergelegd, die ze dan weer ergens ter ophoging gebruiken. Verder natuurlijk mensen die hun hond uitlaten en kinderen die een hut bouwen. En verder is het best wel stil ook hier. Het is niet een heel druk, intensief gebruik gebied. Lekker zanderig en open. Nee, dat moet niet. Zo moet ik niet. Nee. Als je je hond uitlaat, is dit natuurlijk een lekker ruim gebied. Je hond kan loslopen, het mag niet overal, dus dat snap ik wel. Voor kinderen is het spannend, hè? Van, je hebt niet zo snel van die zandbergen. Als er straks sneeuw ligt, weet ik ook zeker dat hier gesleed gaat worden. Dus het is wel spannend, het is nog niet zo aangeharkt. Nee, wij gaan slapen. Ja, en in jullie hut. In de toekomst, hè, wordt het een verkeersplek onder andere. Daarna mag er ook woningbouw komen die dan als een geluidswand van de tunnel fungeert. Dus er zijn allemaal toekomstplannen. Maar ja, voorlopig blijft dat nog even lekker braak liggen. Dus een leuk landje om hutten te bouwen en dat soort dingen. Ik zie daar kinderen met een hut bezig en honden, mensen die hun hond uitlaten. En natuurlijk de bouwers, want het is ook een bouwroute. Dus de vrachtwagens die gebruiken dit ook. Hè. Er staan officieel hekken omheen. Het betekent dat wij hier eigenlijk niet mogen staan. Nou zijn we betrapt natuurlijk door deze beeldopname. Maar eigenlijk mag dit dus niet gebruikt worden. Het is geen openbaar terrein. Het hoort niet bij de wijk nog. En het is met hekken, dus het is alleen voor de bouwers. Nee! Ja, hij heeft ook wel een beetje een reden, omdat er door de week rijden natuurlijk vrachtwagens. En die weten dat ze hier op bouwterrein zijn. Dus als er een ongeluk gebeurt, dan is dat natuurlijk extra vervelend. Want dan, deze situatie is niet helemaal veilig gemaakt. Met zicht, de heuveltjes die het zicht wegnemen. Dus daarom mag je er niet komen. En dan is het ook heel goed af, je mag ook niet bijvoorbeeld echt permanente dingen hier bouwen. Want dan kunnen mensen, als dat lang genoeg zo is, er recht aan ontlenen. Dus daarom staan er hekken omheen en is het verboden toegang. Dan kan de gemeente altijd zeggen van ja, hier mocht ook niks komen. Want voor je het weet heb je tijdelijke bewoners die niet meer weg willen. Of beplantingen, bomen die groeien. Zodra ze boven een aantal meter zijn, mag je ze dus niet meer kappen. Ook de gemeente niet. En dat heb je wel vaak bij nieuwbouwwijken, zijn altijd landjes. En die landjes die zijn vaak spannend en leuk en lekker ruimtelijk. En daarna verdwijnen ze een keer en dan ontstaat weer ergens anders een landje. Dit is een bos hoor. Nee hoor, dat is een bouw. Ja, raak, kom! Ja, raak, kom!